woont in Warschau. En mijn vader heeft net een Uber-taxi besteld. We moeten dus goed opletten of we een Citroën gaan. En dan gaan we dus met de Uber-taxi naar het oude centrum. Onze Uber! Onze Uber! Mijn pa is nog eventjes aan het rondwandelen hier over Kessel Square. Als ook Plaksakaui. En ik zit nu bij het oudste en hoogste monument van Warschau. De grote pilaar. En daar achter mij is de Royal Castle. En vanuit hier gaan we denk ik eventjes naar een van de bekendste en beroemdste marktplaatsjes van Warschau in het oudste stadje. We staan nu midden in het oude centrum van Warschau. En hier achter me zie je de oude marktplaats. Wat het belangrijkste plein was van Warschau vroeger en ook vandaag. En eerst stonden hier allemaal houten huisjes, maar die zijn allemaal afgebrand. Waarna er meer de gotische barokke stijl kwam. Maar ja, dat werd ook allemaal weer verwoest in de Tweede Wereldoorlog. Maar ze hebben het dus weer helemaal opnieuw opgebouwd. Maar iets wat je nog wel kan zien is het Meerminnetje in het midden van het centrum, die daar staat. En die moet volgens de legende de mensen van Warschau beschermen. We gaan voor de bananenmilkshake. Milkshake! Hij is echt super lekker. We zijn hier op een pleintje. Met een roze bel. En deze roze bel is nog nooit ergens in een kerk geluid. Niks. En de legende is dat het dus gelukkig is als je hier drie keer omheen loopt. Kan natuurlijk geen kwaad, dus dan gaan we even. Dus. 1. With only one leg. 2. 3. Nou, hopen dat het geluk brengt. Op ditzelfde plein vinden we het allerkleinste huisje in Warschau. Die vind je hier, in dit hoekje. Aan de achterkant is het echt veel en veel wijder. Maar dat kwam dus omdat ze belasting moesten betalen, gemeten op de breedte van de voorgevels. Dus hij dacht, weet je wat, ik maak hem zo smal mogelijk, dan hoef ik minder te betalen. Ik vind het slim. Koeling. Oké, de kaart is nou een beetje nat. De Wisla Vistula. Even poseren voor de foto. Overal heerlijk verse ijsthee. Super lekker. Ik krijg echt spontaan zin in een toetje. En het is echt 2 uur of zo nu. Zo, we gaan nu lekker met de metro. We zijn nu bij het paleis van cultuur en de wetenschap. En we gaan dus kijken hoe ver we hier naar boven kunnen. Ja. Met de lift. Zo. We gaan naar boven. Oh, daar komen we net vandaan. En daar, helemaal in de verte. Daar is het oude centrum van Warschau. Allemaal moderne gebouwen. Echt totaal iets anders dan in het oude centrum. Oeh, magneetjes. Ze hebben hier ook hondenmagneetjes. Oh, die zijn wel leuk. Oh, deze vind ik leuk. En die vind ik leuk. Oh, ze hebben ook leuke kaartjes ervan. Hoe leuk zou dit zijn in huis?
Zo, het is echt super warm in Warschau. Dus ik heb nou even lekker een meloensap. Lekker huisgemaakt lemonade. We zitten nu bij Aioli. Volgens mij zit hier heel veel knoflook overal in. Maar ik vind vooral dit leuk. Dat wil ik thuis ook gaan maken. Ik heb geen idee hoe ik dit ga eten. Super lekker. Nou, speciaal voor jullie kijkers en alle mensen op de blogsters en zo, heb ik nog een hele speciale tip hier in Warschau. En weet je wat? Ik laat het gewoon zien. Volgende maand. Nou, eventjes nog met de lift. We zijn hier nu op de 40ste verdieping van het Marriott Hotel. Als je je bedenkt dat een daggebouw daar zo maar kan tot de 30ste verdieping, dan zit je hier dus op de 40ste een stuk hoger. Hier is dus een panorama bar. En de drankjes zijn misschien een beetje op de ijzerkant. Maar het uitzicht